over drie. Wij presenteren een bijna twee uur durend circusprogramma vol spanning en ontspanning. Met honden, geiten, bokken, apen, acrobaten, clown Flappy, ons kleine paardje Victor, de fakir Haridas en onze goochelaar Cortini. Komt dat zien, laat dit niet voorbij gaan. De kassa is reeds geopend. Nou jongens, kom er maar onder. Wat zien jullie aan het doen? Oh, een beetje aan het versieren. Wat is dat voor versiersel? Oh, dat is een wc-papier. Huh? Een wc-papier. Daar gaan wij nog de deur vragen. Oud wc-rol. Nou, wij hebben vorig jaar hebben we in Friesland gestaan. Kwamen we binnenrijden in een plaatsje. En er stonden de kinderen, die stonden, nou ja, zeg maar 100 meter van het circus af. Klein, hè? Nou, toen zijn we gaan praten zo en zo kalm aan kwamen ze naar ons toe. En toen, wat zeiden de kinderen toen? Mocht niet van mijn moeder naar het circus, want mama zegt circusmensen slaan altijd kinderen. Ja, duivelsmensen, ja. Waar? Nou, zeg, mijn moeder zegt dat die circusmensen zijn duivelsmensen. Ja. Zij zelf vertellen dat ze hier in de dorpen en zo nog wel eens worden aangekeken van nou, circusmensen zijn niet te vertrouwen. Oh, dat zou ik iemand, dat zou geen haar op mijn oor over denken. Ja. Want ik wil me zeggen, ik zou vannacht wel een tafels durven zetten natuurlijk. Ik bedoel, dan zouden circusmensen er nog niks aan doen aan mijn ogen. Ja. Of wel? Ik ben allemaal nat in de mensen naar soms. Of niet? Mama, gaan we naar het circus? En dan voel mijn moeder niet goed toen. En heb je niet, ga je nou niet zeggen, ach, laat me toch naar het circus? Nee, dat ga ik niet zeggen als mijn moeder nee zegt. Dan blijft het nee, hè? Hoogheer publiek, dames en heren, jongens en meisjes. Namens de directie van Nederlands kleinste circus heet ik u vanmiddag van harte welkom. We hopen dat u een prettige middag zult hebben. En als eerste nummer heb ik voor jou aan de kondige. Bedankt Yvonne met haar bokken en geiten. Hoeveel jaar bent u bezig met dit circus? Nou, dit is nu 6 jaar dat we reizen, ja. Hoe oud bent u? 41. 41. Wat heeft u voor die tijd gedaan? Nou, ik ben dus kok geweest in verschillende hotels, bejaardentehuizen, ziekenhuizen en dergelijke. Hoeveel jaar heeft u dat gedaan? 12 jaar. En dat beviel niet? Nou, het beviel wel, 's winters. Maar ja, zomers, als de zon ging schijnen en dergelijke, dan dacht ik steeds aan het circus, hè. Tot op een gegeven moment heb ik tegen mijn vrouw gezegd, nou gaan we circus beginnen samen. En hoe was dat om in een circus te gaan? Oh, ik vond het afschuwelijk. Ik was als kind nooit naar een circus geweest. Ik vond er helemaal niks aan. En toen kon ik kiezen of delen met circusreizen of we gingen alleen weg. Dus heb ik gekozen. Had ik het maar 10 jaar eerder gedaan, want ik vind het leuk, hoor. Ja? Ja, echt hartstikke leuk. Reageerden uw ouders daarop? Nou, ze vonden het niet zo leuk. Vooral mijn man's ouders, die vonden het ook helemaal niet leuk. Je bent uiteindelijk dan ergens een zigeuner, hè, als je gaat reizen. En de mensen bekijken je ook als zigeuner, vind ik. Ja? Ja. Hoezo? Nou, vroeger reisden we dus en dan moest ik tankjes water halen. En dan kwam je wel eens bij mensen vragen voor een tankje water. En dan werd de deur voor je neus dichtgeslagen of je moest een kratje pils geven als je 20 liter water wil halen. Dat is onze oudste artiest. We reisden bij een circus in Circus Kinsbergen en toen liepen we 2 kinderen met een heel klein hondje, zo klein en mank en een scheve tand. Toen zeiden we, oh wat leuk dat hondje, dat wil ik wel kopen. Nee, dat kan niet, want mijn oma gaat het verzuipen. Ik zeg, oh, kan ik het dan niet kopen? Nee, dat kon niet. Nou, ik heb mijn zoon er naartoe gestuurd, want ik wilde dan dat hondje hebben. Konden we hem wel kopen voor 25 gulden. Er zat een halsbandje bij. Ik zeg, nee, dat kan niet. Of verzuipen voor 25 gulden is niet reëel. Nog een keer terug, van 15 gulden komt, dan kopen we ze geen halsbandje bij. Dat deden we ook niet. En toen heb ik mijn zoon gestuurd, triks rustig. Naar die mensen, die was toen mager en zielig om te zien hoor, het jochie. Met een handje klein geld en dat bleek dus centen en dubbeltjes en stuivers. En dat was 2 gulden en een dubbeltje. Hij naar die mensen gegaan met het handje klein geld.
Toen zeiden die mensen, nou vooruit dan maar, dan mag je hem hebben voor dat geld, maar moet je er wel goed voor wezen. Als je daarna gaat, dat die mensen hadden een levensgrote meubelzaak. Maar ze hebben wel die twee gulden dubbeltje af aangepakt. Dat is 10 jaar geleden, ik heb hem nu nog. Het lijkt me toch een beetje wankel bestaan, zo'n circusje. Ja, ach, je moet afwachten wat erin komt. Hè. En 's winters krijg je natuurlijk helemaal niks. Moet je, als het slecht is geweest in het seizoen, moet je naar de sociale dienst. Anders hebben de dieren geen eten, niks. Als u zomers begint, is er vaak geen geld, heb ik begrepen. Nee, in het voorjaar zeker niet, nee. Dan gaan we met onze laatste centjes gaan we op reis. Het gebeurt heel vaak als we moeten draaien in de volgende plaats, dat we met de laatste 25 gulden naar de eerste plaats gaan. En als we dan niet zouden kunnen draaien door het slechte weer of zoiets dergelijks, dan, nou ja, dan zijn de centjes op, dan hebben we geen eten meer. Bravo, Fakir Haya. Hoeveel kinderen komen er vanmiddag ongeveer, denk u? Nou, ik heb nu net in de kassa gezeten, maar ik denk dat er ongeveer 95 zijn. En dat is bar slecht. Slecht? Ja. Want wat verdient u dan? Dat weet jij, reken eens uit. Nou, 300 gulden ongeveer komt er dan in. Maar wat hou je er dan over? Van vandaag van die 300 gulden? Nou, we zijn dus met de pond overgekomen, dat kostte 80 gulden. 84 gulden. Nou, eten en drinken en dergelijke moet eraf. Ook voor de dieren, we hebben een paar baaltjes hooi. Dat was ook 45 gulden. We hebben een auto getankt vandaag, dat was 50 gulden. Dus misschien dat er 100 gulden overblijft. En dan moeten dus de mensen die bij ons werken, die moeten ook nog iets hebben. Terug willen? Voor geen prijs. Voor geen prijs wil ik niet. Waarom niet? Ik vind het veel fijner, veel vrijer. Je kan doen en laten wat je wil. Als je, ik zie het al dat ik weer in een huis woon en dan moet ik iedere maandag mijn was buiten hebben en dan moet ik iedere vrijdag mijn ramen lappen, anders kijken de buren. Daar hou ik helemaal niet meer van. Ja, dat bent u ontwend. Ja. Ik zie er echt wel, nou ja, toekomst. Wat is toekomst uiteindelijk? Ach, als je eten hebt en je drinken en de dieren kunnen eten, dan ben je eigenlijk al blij als de wagens rijden. Ik bedoel, verdienen doe je toch niets. Dan moet je een grote fabrieksdirecteur wezen of zo, dan verdien je. Maar met circus nooit, hè? Rijk worden we nooit, nee. Dat zeker niet. Dat kan u niet schelen? Wel, nee. Nee hoor, helemaal niet. Als ik mijn broek aan mijn lijf heb en eten en drinken, dan is het wel voldoende. En u kan altijd nog weer kok worden natuurlijk? Zeker, ja. Dat ooit nog eens doen, dacht ik? Nou, ik hoop van niet. Nee. Als het moet, dan moet het.